Op weg naar die laatste bocht leidt nog altijd Iris de Liton. Heeft vandaag een dichttrekhoofdstel. De klepjes zijn nog omhoog, dus daar kan nog even aan getrokken worden straks. Zal het nodig zijn, want Ines Alki komt dichterbij. Daarachter aan de reling heeft Harrison Boker het moeilijk. En wie het ook heel moeilijk heeft, is Sadok Font. Die valt zelfs iets terug. Halverwege de Tjada-bocht leidt nog altijd Iris de Liton. Iris de Liton, Ines Alki aan de buitenkant zet de tanden op elkaar. En dan moet je echt oppassen, want dat is een paard voor de toekomst. Als die echt werk van de zaak gaat maken, dan is zelfs Iris de Liton niet veilig. Helemaal aan de buitenzijde komt nu Guilaine op. Dat zou toch wat zijn als die zijn broer gaat kloppen, die Danny. Maar dat gaat hij niet doen. Iris de Liton is te sterk. 13-8 de laatste 500 meter. Makkelijk gaat hij naar huis. En hij wint hier in een tijd van 1:15-3. Tweede plek is voor Ines Alki. Derde aan de relingzijde, Harrison Boko. Het is officieel, dames en heren. Micha moest even wachten, want er werd nog even gekeken naar de beelden. Maar het had niks met hem te maken. Iris de Liton wint hier met Micha Brouwer in 1:15-2. Ja, het is weer 1/3 eraf, Micha. Dit is ongelooflijk, dit paard. Ja, ze verbaasde mij vandaag ook weer. Hoe ze het zo makkelijk wint zonder proppen of de kleppen te trekken. Ja, ze speelt met het tegenstanders. Ja, want je had nog wat over ook? Ja. Ja, je zit achter de auto met Rick en Rick vangt je een bochtje op, maar jullie hadden dit zo'n beetje bekokstoofd. Nou, hij zei onderweg van ik laat hem naar de bocht, tot de bocht doorlopen en aan de overkant kan je hem terugkrijgen. En zo ging het ook, super. Is dit nou heel makkelijk uit te voeren? Nou ja, het is eigenlijk wel een automaatje. Ja? Automaatje. Heb je al eens eerder 5 achter elkaar met 1 paard gewonnen? Nee. Proficiat. Dankjewel. Micha Brouwer, hij slaat hier toe met Iris de Liton en die is er weer mooi bij om de ereronde te verzorgen. Wat een geweldige winnaar van deze derde koers. Een 4-jarige donkere bruine ruin, Panache de Liton uit River de Liton. Ecurie de Liton, de fokker. Stal PD, de eigenaar. Bas Krebas, de trainer. En geweldig gereden al voor de 5e keer achter elkaar door Micha Brouwer. Wat een aanwinst voor de koersen hier in Nederland. En hij heeft niet eens de Tour Français koersen nodig. Hij kan het gewoon in de open klasse. Iris Liton, Micha Brouwer. Dan komt hij aan, dames en heren. Geef een applaus. Micha Brouwer. Harrison Boko gaat goed weg, maar we zagen Micha Brouwer achter de auto al naar links en naar rechts kijken. Eens kijken wie er mee rijdt, dacht Micha. En dat doet dus Harrison Boko. Aan de buitenkant daarnaast ligt de favoriet Iris de Liton. En daarachter gaat inparkeren Ebbingen. En dat doet hij op dit moment met Sadok Font. Dat zijn de eerste 3. Vraag is nu alleen wanneer de koploper afgelost gaat worden. Daar is wel een actie in progress, maar voorlopig ziet hij er nog niet langs aan de buitenkant. Iris de Liton moet nog even doorzetten, doet hij op dit moment en nu heeft hij de leiding overgenomen. Iris de Liton, daarachter Harrison Boko, dan een gaatje naar Sadok Font. Dat zijn de eerste 3. De rest van het veld daarachter. En niemand had zoveel haast als die voorste 2. De opening was 14-3. Hekkensluiter op dit moment is Anne Leeman met hoewel. Ze gaan de paarden de volgende bocht opzoeken. En Hugo Langeweg junior schuift op naar het tweede spoor met Ines Alki. Ines Alki gaat het tweede spoor nu aanvoeren. Daarachter aan de relingzijde ligt G. Gerrit de Lange. En daarachter in het tweede spoor volgt Fury Di Muccio. Maar die voorste 2 die zijn nog altijd wat los van de rest. Iris de Liton leidt, Harrison Boko erachter. Daar aan de buitenkant komt nu dichter bij Ines Alki. Daarachter aan de relingzijde ligt Sadok Font. En zo zijn de paarden weer in de rechte lijn voor de tribune. 14 tempo over de eerste 500 meter. En die tweede is niet veel langzamer, want niemand komt echt dichterbij. 15-7. Dan gaat die eerste kilometer dus toch gewoon in een tijd van 1:15 rond. De laatste kilometer wordt nu aangestuurd. En het is de favoriet die leidt, Iris de Liton. Harrison Boko op plek 2. Sadok Font loopt wat minder meters dan Ines Alki aan de buitenkant. Daarachter heen Gerrit de Lange. Dan aan de buitenkant Fury Di Muccio. Daarachter volgt Danny Brouwer, die zijn broer nu in de verte ziet. Guilaine rijdt hij. En daarachter aan de relingzijde Hendrik Schermer. En de laatste plaats is voorlopig voor In My Mind. Paard in de rechte lijn overzijde. Komt aan de buitenkant Ines Alki weer iets dichterbij. En we zijn halverwege de rechte lijn overzijde. Komt zo'n tussentijd aan die geen 15 zal zijn. Ietsje langzamer, denk ik.
En we gaan op weg naar de laatste bocht, 17-1. Op weg naar die laatste bocht leidt nog altijd Iris de Lietel. Heeft vandaag een dichttrekhoofdstel. De klepjes zijn nog omhoog, dus daar kan nog even aan getrokken worden straks. Zal ook nodig zijn, want Ines Alki komt dichterbij. Daarachter aan de relingzijde heeft Harrison Boker het moeilijk. En wie het ook heel moeilijk heeft is Sadok Font. Die valt zelfs iets terug. Halverwege de Tjada-bocht leidt nog altijd Iris de Lietel. Iris de Lietel, Ines Alki aan de buitenkant zet de tanden op elkaar. En dan moet je echt oppassen, want dat is een paard voor de toekomst. Als die echt werk van de zaak gaat maken, dan is zelfs Iris de Lietel niet veilig. Helemaal aan de buitenzijde komt nu Guilaine op. Dat zou toch wat zijn als die zijn broer gaat kloppen, die Danny. Maar dat gaat hij niet doen. Iris de Lietel is te sterk. 13-8, de laatste 500 meter. Makkelijk gaat hij naar huis. En hij wint hier in een tijd van 1:15-3. Tweede plek is voor Ines Alki. Derde aan de relingzijde, Harrison Boko.